Als ik hier omheen kijk, staan we in een kerk. Maar volgens mij wordt het niet meer gebruikt als kerk. Nee, dat klopt. Deze prachtige kerk is van de Heemlocaties. Die wordt gebruikt voor onder andere vergaderingen, bruiloften, bedrijfsfeesten en de vrijdagmiddagborrel. Wij zijn gestart in september met vrijdagmiddagborrel voor ondernemend uit Hoorn in eerste instantie. We hebben de editie nu 2 keer gehad. Vervolgens kwamen er zoveel geluiden vanuit uit Hoorn dat iedereen er naartoe wilde. Dus dat we deze als laatste werkdag eigenlijk hebben omgetoverd voor iedereen uit Hoorn. Als ik aan laatste werkdag denk, dan moet ik meer aan Aalsmeer denken. Wat is de reden waarom je dat nu in uit Hoorn doet? Uit Hoorn mist dit gewoon een beetje. Aalsmeer is natuurlijk echt wel dat gezellige gevoel met z'n allen. Uit Hoorn heeft dat wat minder, maar we proberen dat gewoon wel neer te zetten. Mensen missen dat ook, dat hoor je ook terug. Wij willen dat. Dus wij dachten, wij springen in dat gat en we gaan eens even kijken of we dat op poten gaan krijgen hier. Er komt een DJ, die staat daar in dat prachtige prieeltje, hoe noem je dat, waar vroeger de pastoor stond. Daar komt de DJ. De kerk wordt prachtig verlicht als je de plafond ziet hier. Het is helemaal schitterend, maar zo'n avond is helemaal geweldig. Er zijn hapjes, er zijn drankjes. Je krijgt een drankje als je binnenkomt. En kijk eens hoe groot die dansvloer is. Nou, volgens mij kan iedereen helemaal losgaan. Hoe kunnen mensen een kaartje bemachtigen? Als je naar onze website gaat, daar is een ticketlink en dan heb je heel snel een kaartje bemachtigd. 'S Avonds aan de deur zijn ook nog kaartjes te koop, maar als het uitverkocht is, is het uitverkocht en dan kunnen we je helaas niet meer binnenlaten. En wat kost een kaartje? Kaartjes zijn 7,50 in de voorverkoop en aan de deur zijn ze een tientje. Dus kortom, hier moet je gewoon bij zijn? Hier moet je gewoon bij zijn, ja.